NAC TV wordt mede mogelijk gemaakt door Water Company, uw partner in water en koffie. Ja, Erik, van de C1 naar het eerste van NAC, dat is nog een al een carrière switch. Ja, dat is een paar elftaltjes hoger. Hè? Maar het blijft NAC. Ja, hoe is dat om nu voor de groep te staan van het eerste? Ja, dat is leuk. Er zijn ook spelers. Bij de senior waren er ook 19 plus 2. Dit zijn er dan misschien net even wat meer of een keer wat minder. Nee, ik bedoel, het is hetzelfde bijna. Alleen de leeftijd scheelt. Ja, en de druk neem ik aan ook. Nee, druk. Wat is druk? Je weet als trainer dat je altijd druk kunt hebben. Maar ik ervaar het niet zo als druk. Ik bedoel, we zijn gevraagd, zowel ik als Rob Penders, om het over te nemen. Nou goed, dan doe je je stinkende best. 100% meer kan je niet doen. Dat zullen we ook doen. En dan hebben we vandaag denk ik start toegegeven om een stukje duidelijkheid te geven tijdens trainingen. En ook vanochtend hebben we gewoon prima lekker kunnen trainen. Was enthousiast. Was erg blij om. Hoe is die eerste kennismaking met de groep geweest? Nou ja, goed. Prima verlopen. Ik bedoel, dat is ook maar eventjes. Hè. En dan heb je de namen van de spelers, die ken je natuurlijk al wel een beetje. Maar goed, dan heb je nu ook, je staat er vlak naast en dat gaat heel snel. En dan je bent druk in de coaching, dus dan heb je ook heel snel alle namen in je geheugen zitten. En, dus dat was hartstikke leuk. Is het dan voornamelijk accenten verleggen? En ik denk niet dat je heel veel kan omgooien ook. Nee, het moet een stukje enthousiast, het moet een stukje spelvreugde zijn, plezier. Weet je, de jongens hebben deze laatste week ook een hoop meegemaakt. Ik heb het zelf ook meegemaakt als oudspeler. En dat er ontslag van de trainer bij je binnenkomt. En dat kan bij sommige jongens ook gewoon echt binnenkomen. Nou, dan moet je zorgen dat je gewoon lekker fris traint, dat die kopjes fris staan en dat ze plezier hebben met datgene wat ze doen. En spelvreugde is volgens mij alles. Je noemt net al, je hebt zelf ook gespeeld, ook vaak tegen NAC, met RBC tegen NAC. Hoe heb je die wedstrijden altijd beleefd, zeg maar, als je tegen NAC speelde? Nou, zeker in de jaren, eind jaren 80, begin jaren 90, was het voor RBC wel gewoon een hele belangrijke wedstrijd in het seizoen. Het was voor RBC belangrijker, denk ik, als voor NAC. Dus ja, dat waren altijd gewoon hele leuke wedstrijden. En zeker op de oude Luiten, dat was het nog met staantribunes. Ja, dan was het gewoon hartstikke leuk. Dan was het ook een derby voor ons. En ja, nadien hebben we natuurlijk ook in het nieuwe stadion van NAC destijds gespeeld. Dat waren altijd, voor mij in ieder geval, wel bijzondere wedstrijden. Via Helmond, een hoekschop voor NAC. We hebben een wedstrijd gevonden ook, zo grappig misschien, waarin jij een corner veroorzaakt waaruit Rob Penders de winnende maakt. Volgens mij 14 jaar geleden, dat is wel een aparte wedstrijd dan om even terug te kijken nu. Het zou zomaar kunnen dat ik een bal weggeef om een corner kop of zo, dat Rob hem uiteindelijk binnenkopt. Dat zou heel goed kunnen. Rob was goed met de kop, hè. De zuivere hoekschop van Alfred Schreuder, die wordt verlengd door Engelaar. En dan is het bij de tweede paal Penders, die komt inlopen en kan afronden. Goed, ik ken Rob al vanaf dat Rob op zijn fietsje bij RBC speelde als jeugdspeler. En dat hij bij ons via de jeugd bij het eerste elftal kwam. Dus ja, je kent elkaar al heel lang. Goed, en we hebben ook altijd wel een beetje contact gehouden in al die jaren. Dus ja, weet je, dat is wel makkelijk. Je kent elkaar, je hebt vroeger ook samen in de kleedkamer gezeten. Je hebt samen op veld gestaan. Je hebt zelfs samen tegen moeilijke wedstrijden, tegen spits. Je moest dingen oplossen. Nou, dat is alleen maar denk ik een voordeel voor nu. Dat je elkaar ook de waarheid kan zeggen en elkaar kunt helpen, dat is alleen maar een plus.